Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb nu iets aan wat ik eigenlijk al langer moest aanschaffen. Ik weet nog niet of ik 100% tevreden ben of dat ik nog even moet wennen. Ik denk wel dat ik hem hou. Hij was geloof ik 22 euro of zo. Maar dit is hem. Lebra. De zwangerschaps-BH. Ik ben gewoon ook mijn zwangerschaps- of mijn normale BH's ben ik echt zat. Want het zit niet lekker en het past allemaal niet. En dus dit. Dat vind ik eigenlijk wel op zich tot nu toe chill zitten. Al ging mijn borst wel net soort van een beetje erover, maar zijn er nog niet uitgevloekt. Terwijl ik wel dingen aan het opruimen was. Dus ja, this is the situation at the moment. Deze situation ruimt Jeff hopelijk op vandaag. En dat. Nu ga ik werken from home. En daarna ga ik even de was opvouwen en in mijn pauze een video opnemen. Want ik word echt belaagd met de vraag, gaan jullie verhuizen? En ik heb ook de vraag gekregen, was het gepland? Dat vind ik wel echt een vraag die je, ja, die ik niet in ieder geval comfortabel zou voelen om te stellen. Want stel het is niet gepland en je struggelt daarmee, dan dat lijkt me best wel een heftige vraag. Maar wat dat betreft ben ik redelijk open en eerlijk. En was het bij ons wel echt eigenlijk vanaf mijn 17e al gepland om rond deze leeftijd een kind te krijgen. Dus dus bij mij was het zeker iedereen die mij kent, die zal in ieder geval nooit vragen of het gepland was. Want sinds mijn 19e of zo heb ik het eigenlijk met vrienden bijna soms nergens anders over. Dan over mijn kinderwens. Dus wat dat betreft. Maar goed. Die vragen horen er natuurlijk wel bij. Ik kan me wel voorstellen als je. Als iemand ervoor kiest om de vlogger uit te hangen. Dat je dan ook meteen alles vraagt. Dus wat dat betreft is het ook geen aanval op de vraag. Alleen. Ik ken de vraag. En ik zou het niet in iedereen stellen. Vooral misschien ook omdat wij. Jeff en ik hebben beide kennissen. Waarbij het dus niet de bedoeling was. En dat kan best wel gevoelig liggen. Zeker als je dat online gooit en een kindje leest het later terug. Tenminste, het lijkt mij heel vervelend om erachter te komen dat ik niet gewenst was. Of dat ik een ongelukje zou zijn geweest. Ik weet dat ik geen ongelukje ben geweest. Tenminste, dat als ik mijn ouders moet geloven. Maar het lijkt me wel een beetje pijnlijk. Zo van, oh ja, je was een ongelukje. We hebben toen nog getwijfeld van, zullen we het houden of niet? Maar we hebben toch maar gekozen om je te houden. En eigenlijk zijn we nu heel blij met je. Dat kan natuurlijk, maar ik weet niet. Bij mij, ik zou het liever niet zo willen. Maar ja, daarvoor is iemand natuurlijk een ongelukje, want dat plan je niet. Goed verhaal dit. Wow, warrige ochtendhoofd. Ik hoop dat je hier iets van snapte, maar anders dan negeer me maar. Ik ga even de internetkabel pakken en even ontbijten en starten met mijn werkdag. En dan heb ik echt wel zin in mijn pauze om die video op te nemen. Ja, ik heb er zin in. En Jeff ligt natuurlijk nog in zijn bedje te maffen. Natuurlijk. Nou, rond deze tijd lig je altijd nog te maffen. Ja, dat klopt. Dat zou ik ook doen als ik geen baan had. Nou, oké. Denk ik. Tenminste, ik hou wel van uitslapen, dus ik zou het wel weten. En er is nog iets nieuws. Ik kan niet echt uitslapen als iemand aan het vloggen is. Ah, wat zielig. Wil je erover praten, schat? Nou, misschien wel. Ga naar mijn kanaal om te zien. Welke van de drie? Welke van de drie inactieve kanalen? Oké. Ja. En we hebben iets nieuws. Ik was deze aan het wassen, dus het duurde even voordat hij gedroogd was. We hebben geen droger. Maar dit is een voedingskussen. En daar ga ik vanavond voor het eerst mee slapen. Dus ik ben heel benieuwd of het ook helpt voor mijn nachtrust. Jeff die had hem wel meteen te pakken, dus die wilde er al meteen mee slapen. Maar je kan het toch niet dus, echt eten? Alsjeblieft. Je kan niet echt eten. Wat is dit nou weer? Voedingskussen. Dude, je gebruikt dit bij het voeden van je kindje. Misschien zijn er echt mensen die zich dat afvragen. Maar een voedingskussen gebruik je bij het voeden van je kindje. En je slaapt ermee tijdens je zwangerschap. Een suikerworm, zeg maar. Een suikerworm? Ja, je weet toch van die snoepjes. Die suikerworm. Van die wormpjes en zo. Oh ja. Zoetzure worm. Ik vind het meer op een soort van knakworst lijken als je hem zo... Bedorven knakworst. Jij gaat alvast proefslapen ermee? Ja. Succes.
ik had al trek, dus ik ga even een wrappie bouwen. Met Soyananda van de Ecoplaza, vegan kruidenkaas. Focal wrap van de Jumbo, geloof ik. Van de Albert Heijn. Corn smoky ham free slices. Ik vind deze op zich best chill. En de sla die we nog over hebben. Wat dat betreft, als we een krop sla kopen, we're using everything. Dat vind ik op zich wel chill. Beter dan zo'n zakje. Het is alsnog plastic, maar het is wel minder plastic dan als je eens een zakje koopt. Dus ja. Yeah. Et voilà. Mochten jullie trouwens benieuwd zijn waar ik mee bezig ben. Ik ben nu een video aan het editen van vissoesjes. En ik... Het is echt zo'n lange video wel aan het worden. Maar ik heb alles opgedeeld in dus super korte stukjes om zo kort mogelijk te maken. Hij was eerst 7 minuten of zo. Ik heb hem nu toegewerkt naar, nou ja, 3,5 minuut ongeveer. Net iets langer. En ik moet dit nog editen. Dus ik hoop dat ik hem nog een stuk korter kan krijgen voor Instagram en zo. Anders moet hij maar in 3 swipes. En ik moet dan ook nog de ontiteling doen. Dus ja, dat. Om nom nom. Iemand is addicted. En ook een stukje voor mij. I like. Nou, het is gelukt. Ik ben blij. De video zit erop. Ik heb hem opgenomen net. En ondertussen heb ik deze laten sneuvelen. Echt super stom. Ik had hem op de bank gezet. En toen dacht ik, oh leuk als decoratie. Toen viel die om. Dus hij is hier echt... Hij is een beetje zielig. Dus ik hoop dat hij het nog een beetje gaat doen. Maar deze is ook geknakt. Ah, hij gaat het nog wel doen. Maar ja, hij is een beetje zielig. Deze is al langer een beetje zielig. Maar ik wil hem niet afknippen. Omdat de rest van het blad wel nog wel mooi is. Ja. Sorry. En door met die arbeid. Sapje van Jeffrey. Was voor werk even het een en ander aan het lijken. En ondertussen vreet ik deze. En ik kreeg net deze smoothie van Jeff. Want we hadden rijpe bananen. En het is echt zo lekker. Zit dus in mango, havermelk, banaan. Hoeveel bananen eigenlijk? Een stuk of 4. 4 bananen? 4. Wow. En stukje gember. Citroen. Sinaasappel had hij ook gezet. Oh, ook nog een beetje sinaasappel? Ja, want ik heb blijkbaar nog van sinaasappel ook van voor. Je laat steeds één dingetje over. Ja. Lekker schatje. Oeh, genieten. I like. En ook nog een gembersoepje. Om nom nom nom. Oké, ik krijg het net voor elkaar om dit op de grond te laten vallen. En al ons zout was kapot. En hier en... Ja, we zijn nu bezig met opruimen. Oeps. En heftige reclames. Hola, ik ben klaar met werken. En deze prins. Je bent eigenlijk gewoon een prins. Geweldige man. Hij heeft gewoon al het eten in de tussentijd klaargemaakt toen ik de video ging editen. De uitgebreide Q&A. Die iets van 24 minuten wordt. Sorry voor dat. Maar het is wel interessante info, vind ik. Tenminste, ik vind dat ik het verhaal best niks heb verteld. Vol om... Geen onduidelijkheden in daarna in ieder geval meer. Meneer heeft alles keurig gesneden. Knoflooksausje gemaakt. En de vegan. Is het zwarm of gyros? Vegan guarma. Dat is een mooie combinatie. Met pita broodjes naartoe. Om nom nom nom. Nom nom. En we gaan waarschijnlijk first dates kijken. Lekker broekie, schat. Lekker broekie. Ja, like. Ik denk dat ik vandaag al vet veel heb gefilmd. Maar ik neem als toetje nog even deze halve brownie. Want die moet op. Die is houdbaar tot 5 november. Dus ik deal hem met Jeff. En heel erg bedankt alvast voor het kijken naar deze vlog. En ik ga nu even de Q&A video editen. Die komt dus ook snel online. Misschien staat die al online tegen de tijd dat je dit ziet. En, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Jeffrey van The Jeff Show, a.k.a. Monkeystar, a.k.a. Kapotte. Iemand maakt graag reclame voor zichzelf. dus bedankt voor het kijken en laten we snel weggaan hier. Doei!